kijkers van de opnaming. Lachende gezichten, we laten hier de mieste. Mensen, we gaan het parcours weer bouwen. We hebben een prachtige bodem. Beelbergen Casting Center heeft de bodem weer beschikbaar gesteld. Er gaat weer wat water opgebracht worden. Als u nou aan de kant zit, achter de drank. En het ziet er lang uit dat we de vierde vakdozen krijgen. Laatste in het is en... Ja, hallo! De laatste in het basisparcours hier naar de barrage. Rons dus op het Limburgs kampioenschap en het Vereniging kampioenschap in Emmelo. Die fantastisch verder. Zilveren medaille in het NK. Maar nu een overhoorswerk van It's Me en dat kostte 4 dure stappunten. Zeg, kun je nog zoveel medailles hebben gewonnen in het verleden? Dat moet altijd weer opnieuw gebeuren in de paardensport. En binnen een split second kan er nog horse met vermaakt worden. Nu loopt het heel goed. En dan blijven staan op 6 deelnemers voor de barrage. Netjes even het parcours uitrijden. Wat de? Niet zomaar weglopen, hè? Nou, toch een applaus mensen, Anne Willemsen. 1 tijdstafpuntje erbij ook. 5 totaal in 66.21. We gaan het parcours nu aanpassen voor de 6 deelnemers die parcours waren. We noemen dat een barrage. En dit keer gaat de barrage over 1, 2, 4, de dol, 5 AB, 6 en de laatste is 7. Dit is razendstap. Mensen, dubbel en monteer. De politie door het parcours, mensen.
stamensweken zadelkamers met een van die extra prijzen. Een mooie zadelsteun. Mee met de winnares. Deken wordt niet opgelegd, maar ze krijgt wel een mooie deken van Back on Track. Bloemen van Twintveld, bloemminders. En dan op de tweede plaats Indie Kruiskens en Mavanta. Tweede plaats. En derde in het klassement, Michelle Kuppen en Modern Many of the Huts. Voor nummer 2, een deken van Emma Schruitensport en nummer 3, een Shepard van Back on Track. Zetten van Jumping Serum, al die extra fans hier overhandigd aan de toppers die er een hele mooie barrage van hebben gemaakt. En inmiddels wordt het parcours aangepast naar een hoogte van 1,10 meter. Deze fabriek was gemaakt door Canitera VOF en Amstel Bier. Gefeliciteerd, we gaan een ereronde rijden. Alle eer voor deze top 3, dames en heren. Voorop winnares Anne Slipsema, uw applaus. Zijn mooi sfeervol met de belichting aan hier. Achter Wilmer achterhoek op een sterren. Balkje eraf op 3A. 4 kostbaar startpunt op de Van Petlo-school. 4 gaat goed. Paard heeft veel kwaliteit op de sprong. Ja, fout is snel gemaakt. Dubbel op goed. Vida Hinder is daar, Vida XL en dan Bezie als sponsor. Verbonden aan deze 30 rubriek, we gaan naar de laatste hindernis voor Michiel de Ruiter. Wat dicht onder de oxers, mannen-oxer, bloemrit van kleur. Alpeert een mooie ritme door. Paard heeft veel vermogen. En met die kracht in slechts één hand is het natuurlijk niet zo makkelijk voor de Ruiter-uitstofheden om hier het parcours te rijden. Het was 3 weken geleden dat hij die hand heeft gebroken. Tot dusver op de hoor door die tweede dubbel. Gaat hier zo dadelijk de eerste foutloze rit neergezet worden. Foutloos en Rens die is sterk begonnen. Paard ketst hier van de grond af. Door een parcours op hoogte van 1,30 meter. We gaan naar de stijl, hindernis 4.
Dan de brede sprong, Okser van Den Haag. Dit paard raakt dit hout niet aan. Huizenhof. Op die dubbel. Laat er naar uitzien dat we een barrage krijgen. Moet hij dan nog één hindernis van Koos bedingen en dat gaat hij nu proberen. En ja hoor! Nou, we zullen regelmatig te zien op de internationale wedstrijden. Hele mooie sprong op die tweede hindernis. Paard ruim daarover in met veel vermogen. Ja, dit lijkt perfect. Ik moet zeggen, de hele dag wordt al zeer goed gepresteerd. Wel een aantal super spannende barrages gezien met hele snelle tijden. Ik denk dat dat in deze 1.30 rubriek ook zo gaat uitpakken. Zo mooi zijn. Daar bent u voor gekomen. Nog één sprongetje, iets getoucheerd erin en is. En de laatste nu. Nou, paard even geruststellen daar. Zo, geef haar even de kans. En dan hebben we er al 3 in de barrage. Dat zegt wat over de kwaliteit van de deelnemers vanavond op het Jumping Serum. Wie gaat daar nog bij komen? Nog 15 seconden, dan zit de tijd erop. Scherm zag u de countdown. Zodra de jury belt, gaat de countdown lopen vanaf 45 seconden. Zijn ze na 45 seconden nog niet door de startlijn gegaan, dan begint toch de tijd te lopen. Ja, en dan loop je al gauw tegen tijdsoverschrijding. Maar Bo, die startte nog juist op tijd. Frank Koos stond er met 4. Ziet er daar uit, dames en heren, dat we een groot aantal deelnemers terugzien in de barrage. Zo ook de winnares van de eerste editie van Jumping Serum, Bo Schuttelaar. Nog 1 sprong verwijderd van die dubbel, die barrage. Weg naar de laatste. Top gedaan, applaus! Super begonnen. Paard goed bij de rest, deze Indiamo van de Eckhoff Z. Vindt heel gemakkelijk in een mooi ritme door die eerste dubbel. Ja.
Weg naar de Vida XL sprong. Dat gaat goed. Nog één sprongetje en dan hebben we er weer één bij voor de barrage. En dat lukt. Ja hoor. Zo langzamerhand weer tijd moet er worden. Daardoor die eerste dubbelheen paard nam een klein beetje het initiatief, mensen. Geweldig swingpaard, ook een heel mooi paard om te zien. Gaat al full speed soms richting de hindernis. Ja, dat lijkt goed. René de Wit schreef geschiedenis vorige week op Wilbergen. Het winnaar van de 1-ster Grand Prix. Gaat zie je de zesde worden voor de barrage. Ik zet het muziekje alvast klaar. Als het gaat lukken, dan mogen die fans zich zo dadelijk laten horen. Laatste sprong. En applaus. Ging fantastisch en wat een fans van de Vrienden Vestjes hier op de tribunes, mensen langs de zijlijn. Want vanmorgen vroeg kwam als hij een van de eerste mensen die ik tegenkwam, druk aan het werk. John heeft al meegedaan vandaag, Jur. En Teun, Roer Teun was al foutloos, nu breekt nog. We hebben over het begin, maar nu een lastige dubbel. Oh, sorry. Ai, ai, ai. En dan kwam hij veel te dicht onder die tweede van de dubbel. En staat hij op 4 strafpunten. Maar Frank laat zien dat hij Carmijn aan kan hier. Veel al gewonnen in zijn carrière, de kampioenschap ook. Twee sprongetjes voor Freek Vestjes en Lexi de Nancy zet. Nog een balletje erbij. Laatste in is de Peelbergen Oxer. Dan even een applausje voor Freek Vestjes. 8 punten. Sponsor Amstel Bier, Peelbergen Question Center, Briesig Opwerken, Protech, Dutch Graphic Group, Costa Eugenia. In het zadel. En Bert van Enkevoort hergeeft het belsignaal. Samen met Marcel Peters, onze top jurylid hier op het Jumping Serum. Dus we kunnen beginnen aan de barrage. En 11, dat was dus 4. De camera staat er nu bovenop. 11 is de laatste in de barrage. We rijden hier richting de jurytoren. En we horen muziekje achter als het fout was. Jammer, balletje voor André daar al vrij vroeg in die barrage. Lastig om met een gebroken hand te swingen. Parcours toch imposant, hoog nu. Zit de barrage nog een beetje volgt en een beetje verbreed. En dan lukt dat niet meer, denk ik, met die gebroken hand. Gooit hij ook nog een balkje eraf. Moet even de tijd stoppen. Hinnis moet hersteld worden. Had daar een ongehoorzaamheid. Had en een balkje ongehoorzaamheid. Zit nu op 8 strafpunten.
Kijk, komt maar weer vanuit Zwitserland door op het scherm. Heel mooi. Gaat hij verder. Tijd gaat zo dadelijk weer lopen. Hopelijk. Ja, tijd komt er weer. Op weg naar de laatste, want tegenslag voor onze sympathieke ruiter uit Slovenië. Met een gebroken hand aan de finishlijn gekomen. Applausje mensen voor André Pavlovic. We hadden 8 strafpunten. Ja, die gaat super. Zeer kort. Zeer kort. Gaat dit de winnende rit worden? Dubbel. Ja, gaat buiten om en gaat even over. Ja, wat ligt daar? Kronenberg. Even over Kronenberg en dan weer terug in Zevenum. En nu naar de laatste. Is dat foutloos? Nee, is dat foutloos? Naar de laatste. Ai. Toch een applausje, mensen. Jongen, jongen, jongen. 4 op de laatste in 37.05. Gewoon aan de leiding. En weg naar de verhaagde Oxo. Het ruimte daaroverheen. Goed. Is toch wel, mensen. Foutloos door de dubbel. Heeft u gezien dat haar twee voorgaande collega's wat tegenslag hadden? Gaat die eerste foutloze ritter nu aankomen? Laatste sprong. Als het lukt, dan met z'n allen die handen op elkaar. En dat lukt, ja! Hoppa! En het gaat goed, mensen. Kwam daar dicht onder, maar weet zich te redden. En dat is een korte wending. 39-81. Die tijd die kan verbeterd worden. Dan moet ze de balken laten liggen. En met z'n allen! Top, top, top gedaan. 36-95. Wat doen we dan hier op de Pink Zero? Nog 1 keer die handen op elkaar voor Moos Schuttelaar. Wat een publiek. Super. 36-95. Dit gaat goed. Is het snel genoeg, mensen? Kom, kom! Oh. Jammer voor Joni. 4 strafpuntjes. En nog 4 erbij aan. Wordt nog, ik was nog niet uitgesproken, 4 strafpunten per NS, dan heeft ze 2 keer. Met 8 strafpunten, een applausje voor Joni Vollenberg. En de tank. In Zevenum, ook alweer zo'n gevestigde naam in de sport. En dit gaat zeer snel. Kijk of ze het hoofd koel weet houden. Oh, en een balk op die dubbel. Dat is even banen, want de tijd was goed. Binnendoor. Op weg naar de laatste in is. Misschien de snelste viervouder. Toch een geweldig applaus. Mooi gedaan, René de Wind. 4 strafpunten. 37 en 38 honderdste seconden en dan komt zesjes. Gaat goed. Ook dat loopt goed.
Wel leuk voor Teun, mensen, wat jammer. Laatste, en dan gaan we hem nog even aanmoedigen natuurlijk op weg naar de laatste sprong. Nog een applaus, jammer. 8 in de barrage, tijd 34,75 seconde. En dat betekent dat de overwinning gaat naar niemand minder dan Bo Schuttelaar met Coco Jumbo. Proficiat Bo Schuttelaar, zij wint deze rubriek. Zevenum begeleidt hier de binnenkomst van de one and only Sanne Thijssen. Die prachtige cabrio van Zweedse autogroep uit Venlo. En we gaan de cabrio even opstellen. Bert en Sanne er ook zien naartoe komen als ze wil voor de huldiging. En we beginnen jullie, beste publiek, namens de organisatie van Zegen allemaal heel hartelijk welkom te heten. Wat fijn dat jullie in zo'n grote getale even over en ook vanmiddag al naar Zeug Museum zien komen. Want als organisatie doen we het Heeburg. We doen het voor het publiek, we doen het voor de promotie van de perensport. En dan is het zo ontzettend fijn om te zijn dat er zoveel mensen vanavond naar Zeug Museum komen. Zeug Museum, beste mensen, en dan gaan we over naar de huldiging van Sanne. Maar Zeug Museum kunnen wij alleen organiseren met de medewerking, met bijdragers van heel veel sponsoren. En we zijn blij dat we ook dit jaar weer gebruik kunnen maken van de bijdragers van zoveel bedrijven hier uit de regio. En ik zou ook willen vragen, beste mensen, om voor al die sponsoren een heel groot applaus te geven. Ja, maar we moeten ons realiseren dat het zonder die niet kan. En we ook echt niet zonder kunnen, zien al die vrijwilligers. En we kunnen geestelijk opbouwen vandaag, de dag van Jumping Zeer, met ook bergen. Als we af gaan bereiken, rekenen op tientallen vrijwilligers. En we denken dat het ook goed is om al die vrijwilligers ook een keer een applaus te geven. Want ook dankzij Urg kunnen we dit organiseren. Dus beste mensen, ook heel graag een groot applaus voor alle vrijwilligers van Jumping Zeer. En dan de laatste applaus en dan door ik over naar de huldiging. Dat is de Harmony Unie. Die zijn hier vanavond gekomen. Op het laatste moment hebben ze gevraagd en ze zeiden: joh, wij komen heel graag naar Jumping Zeeren. We hebben ze gezegd, we gaan ze een aantal keer huren.
Maar verder dat ik verder kan spullen, denk ik dat het ook heel goed is om Harmonie Unie het Serum een prachtig applaus te geven. Ja, en dan zien we hier op deze zondagavond voor een heel speciaal moment. Als Jutting Veren organiseren wij dit evenement voor de promotie van de perensport. En als we dan kijken hoe de perensport van het Serum gepromoot wordt, dan is er eigenlijk maar één hele grote ambassadeur. Ze staat hier bij ons, dat is Sanne Thijssen. Sanne, kom heel even naar voren. Geef haar ook een goede applaus, beste mensen. Sanne, het is ongelooflijk hoe zich 13 dagen terug op het WK in Denemarken samen met het Nederlandse team door een prachtige zilveren medaille gehaald is. Als jong meid, hè, jong en vrouw in een team van alleen maar mannen, dat is ontzettend bijzonder. Wij zien er heel erg trots op als organisatie, dat stik van overlijk mij dus. En we vonden dit een zo gepast moment om er eens weer stil te staan wat stik allemaal gedaan is. Wat prestaties de afgelopen jaren, maar met name de afgelopen 14 dagen terug op het WK in Denemarken. Ik wil je dadelijk een aantal vragen stellen, maar bij een officiële huldiging, en dan kijk ik de Harmonie aan, huurt natuurlijk ook een volkslied. En de Business Serumse, de Wonzin Serum, is weer volgens het heel gepast een vanavond, hey, op Jumping Serum, te midden van de velden, het Serum volkslied te spelen. Dus als de Harmonie er klaar voor is, dan zou ik willen vragen, speciaal voor Sanne en voor alle mensen die hier zien, te midden van de velden, het Serums volkslied, ten gehuur mee te brengen.
de muziek, of het geluid, deur het weer, dankjewel. Nou, dank Harmonie Unie, we gaan jullie dadelijk nog een keer huren. Ja, we zien heen, beste mensen, om Sanne Thijssen te huldigen voor een geweldige prestatie, Sanne. Er was een lange tijd in vorm, maar uiteindelijk het hoogtepunt, denk ik, dat vechten naar terug was op het WK in het Deense Herning. Was ik als Mechje van 23 jaar in het team met alleen maar mannen een geweldige prestatie geleverd has. Dus ik dan vroeg Sanne, hoe zich nou zo'n WK toelefs? Hoe geert dat? Kan ze toch eens een stukje in mij nemen hoe ze dat aanpakt, de toewerken naar zo'n WK? Wanneer is ze gehuurd als de Heermox en hoe gaan dan die werken er naartoe? Nou, ik zal ten eerste trouwens even sorry zeggen met mijn hijse stem. Dat is niet veel vandaag, maar ik probeer er wat van te maken. Nou, om eerlijk te zien, probeer we niet te veel te veranderen natuurlijk. Ik probeer ze altijd hetzelfde ritme te gooien, zoals altijd. Dus. Dit is wel niet meer, hè? Jawel, nou doet hij het weer. Gewoon in mijn mond gooien. Zo. En ja, tuurlijk wisten de bondscoach al een beetje voorbereid van goh, hou je rekening met het EK, de zinsbieden zo beste zoveel. Dus begin een beetje die planning te maken en tegen die, in de verloop van tijd krijg je dan de huur van de mox mij en dan zorg je dat ze in ieder geval de puntjes op de i zet en dan, ja, dan probeer je te knallen. En als dan een kiezer zo'n WK staat, wat is dan het mooiste moment, wat blijft ik nog bij van het WK in Denemarken? Ja, dat is natuurlijk sowieso de hele strijd is spannend, want ook andere teams moeten natuurlijk strijden. Het duurt gewoon een eeuwigheid voordat ze de officiële uitslag weten. Het teamcompetitie gaat sowieso over 3 rondes, over 3 dagen. Ja goed, we begonnen na dag 1 op de 8e plek. Dat is gewoon heel matig eigenlijk. Opgeklommen tot de 4e plek en dan, ja, dan zitten ze eigenlijk een beetje billen te kniepen of we überhaupt nog wel een ticket krijgen voor Parijs. Want de beste 5 mochten naar Parijs, teams. En dan op een gegeven moment dan is er zelfs zilver te pakken. Dus inderdaad wel, dat is een heel speciaal gevoel. En zeker met een teamverband is extra. Ja, en dan dus natuurlijk allemaal met die topper Konkidam. Dat is al lange tijd een team mij. Deze is ook een team uit de running geweest. Nu is hij weer een topvorm. Hoe lang hoor je er nog in topvorm, Sanne? Ja, ik hoop nog heel lang. Hij is nu 16. Een gemiddelde pert lukt tot zijn 18e, misschien 19e. Dus ik hoop dat hij tot zijn 18e, 19e volhoudt. Dan liet het nou wel op, want het is een topvorm. Maar dat moet allemaal nog mee blijken. Dus ik hoop dat hij nog even mij kent. Ja, laten we dat allemaal hopen, Sanne. Dat we nog veel mooie prestaties van dich mogen verwachten. Doe is nog een jonge leeftijd. Topper Konkidam kan nog een aantal jaren mee en wie weet zit er alweer niet. Topper Kloor. Maar die zilveren medaille, die kent ze in ieder geval. Die heeft zich in een test gestoken. En dat was voor ons een rijen om zich vanover te huldigen. Dat gaan we door. Anita brengt een bosje bloemen voor dich, Sanne. En we willen ook namens de organisatie een mooi cadeau aanbieden. Dat is een foto van het WK met die topper. Ze is nog niet klaar, dus we doen het nou met een symbolisch cadeau in een klein fotoliesje. Maar een grotere foto komen we persoonlijk brengen, zodat ze zich voor altijd een heel mooi aandenken heeft aan dat WK, aan die zilveren medaille, aan die prachtige prestatie die ze toegeleverd heeft. Er is net al een keer rondgereden, dat gaan we nog een keer doen met de felicitatiemars van de schutterie. Dus ik wil je vragen, Sanne, om weg naar de auto te lopen. Het publiek gaat hier dadelijk nog een keer heel hard toejuichen en klappen. Als tegen de auto zit, en de harmonie wil ik vragen om de felicitatiemars dadelijk in gang te zetten. De harmonie, dat zal ik net door de microfoon herhalen. Harmonie Unie. I'm gonna go get some more.
Sanne Thijssen juichen nog een keer heel hard toe voor die prachtige prestaties die ze geleverd heeft. Een zilveren... te verdienen, de eeuwige roem eveneens. Ruiter Kessel goed aan het springen met deze schubbel. Paard heeft hij vanavond nog niet gereden. Was hiervoor in het 1.30 met een ander paard de derde. Kralt hier door de dubbel. Op weg naar de laatste hindernis. En applaus. Met de Big C wedstrijden, er waren deelnemers te zien van de 3 jaar jonge talenten voor de toekomst. En dit is de toprubriek van vanavond, mogelijk gemaakt door Horse Service International en Beleef Wonen. En Turn, die doet dat prima. Het begin is perfect. De dubbel. Gaat een balkje af in die inloopronde, dan is dat geen probleem. Maar Turn die laat de balken op de lippers liggen. Er is nog 1 sprong verwijderd van een foutloos parcours. En fans, dat mogen jullie niet laten horen. De mesjes. De ene na de andere eerste prijs weet ze binnen en buitenland te veroveren. Sanne Thijssen. Zij vorig jaar versloeg ze de absolute wereldtop in Rotterdam. Dit jaar alweer winnares van de Grand Prix in Madrid. En natuurlijk het zilver op het wereldkampioenschap in Herning. Dat is weer hier. De trots van Zevenum, de trots van Nederland, Sanne Thijssen. Ja, prestaties uit het verleden, dames en heren, zeggen niets. Want iedere keer moet je je weer bewijzen. En dan maak je meteen een fout op de eerste hindernis. Ik zeg het nog, prestaties uit het verleden tellen niet altijd mee. Maar gelukkig dat we een inloopronde hebben. Dus keert Sanne Thijssen gewoon terug in de volgende officiële ronde. Had vandaag natuurlijk ook nog niet gereden. Paard komt fris de baan binnen. Vandaar dat we het ook ten opzichte van de paarden sportief vinden om een inloopronde te doen. Naar de laatste hindernis. Een applausje voor Sanne Thijssen. Even de EHBO naar de hoek van het terrein. Mooie sprong op die eerste hindernis. Door naar de Van Perlo Oxer. Haar zorg, zoals dit paard zich laat zien, op de sprong. Paard vanavond speciaal ter beschikking gesteld door Stal Thijssen. Normaal rijdt ze dit paard niet, maar het is een paard met Thijssen kwaliteit. Dat zie je zo. De laatste hindernis. Top gedaan, en applaus voor Schuttelaar. Goed hoor, we gaan het parcours aanpassen en gaan naar die eerste officiële barrage. Goed op 1. Spannend is het, mensen. Perfect. Over de diagonaal. Hindernissen naar 1.40, ligt getoucheerd, blijft liggen. Aanraken mag.
De dubbel. Perfect, de laatste nu. Als het goed gaat, dan wil ik u graag horen. Ja, goed. Knalt erover. Huizen hoog op binnenste nummer 2, dames en heren. Huizen hoog. Raakt de 3 iets aan, maakt het daardoor superspannend. Gaat de trek ook een ronde verder. Dan moet hij ook die laatste vaart doorspringen. Nu. Ja, mensen. Geweldige springpaarden vanavond hier op Jumping Serum. En ook de derde sprong, geen probleem. Spanning loopt verderop. Nog Bartos. De laatste sprong nu. De laatste sprong, gaat dat lukken? En dat gaat lukken, ja! En dat gaat wel goed op die eerste hindernis. Maar goed dat we de inloop erop hadden. Ja, ook dit paard kan springen. Hij doet het zelfs zonder hindernis. U zag het. Even een tikkie terug naar de sprong van Google. Mensen, wat zijn ze in vorm? Komt er nog één mee voor de volgende ronde? John naar de laatste hindernis en... Ja hoor! Ja. Op het plein. Gabiana is prima begonnen. Richting de dubbelsprong nu. We hebben al de vier deelnemers foutloos. Wordt dit de vijfde? Laatste hindernis. Met een makkie, jawel! Is en u kunt dat bewijzen, dan kunt u hem afladen hier en anders zorgen dat die auto wel weer terecht komt. Begin is goed voor Sanne Thijssen. Zilver op het WK, ongelooflijk mooi. Woest daar het paard terugnemen, paard is gretig. Klapt daar door de dubbel, op weg naar de laatste, gaat ze ook een ronde verder. En dat doet ze! Mensen, nu gaat het erom spannen. Gaat Johnny Vollenberg de laatste barrage bereiken? Ze zit nu in de derde ronde van de Masters van Jumping Serum. Met een lach nog op het gezicht. Op weg naar de eerste sprong. Top! Nu wordt het super spannend. Gaan ze het redden? Paard in topvorm. 3 is goed. Dubbel nog een keer verhoogd. Nog zwaarder geworden. Nog hoger geworden. Laatste hindernis. En wat maakt ze tot indruk? Is goed, mensen. Kijk eens, kwaliteit op de sprong. Haar zo hoog. Oh, dat was spannend, mensen. Daar komt hij goed weg.
Maar nu. Nog één sprong en we hebben een barrage. Nog één sprong, Fantos. Voor de prijsuitreiking. Goed begonnen. Kijk eens hoe dit paard kan springen. Met veel vertoon van macht op de sprong. Maar moet geconcentreerd blijven. Gaan we de derde krijgen voor de barrage? Ja hoor, ja ja. Ai, en dan ligt hij uit de strijd, dames en heren. Net voor de net. Paard kan het gemakkelijk, de ruiter uiteraard ook. Heel royaal op de eerste is. Dit haar zorg op 2. Is al een eind. En de laatste nu, gaat dat lukken? Ja hoor, super gedaan. Heel Serum, super trots op Sanne. Waar zo krijgt in de wereld, vanuit Serum kijkt bij mij. Dit is super spannend. Serum houdt de adem in. Met de trots van Serum in de Masters. Nog één sprongetje. Komt ze erbij? Komt ze er niet bij? Oh, en dan is ze er niet bij, dames en heren. Troostend applausje voor Sanne Thijssen. Eindigt hier op een vijfde plaats. Ai, 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 dat is zuur. Op de laatste, dit is de fout gemaakt. Dan gaan we het parcours nu aanpassen voor de barrage en daarmee terugkomen. Gaan we door, Bout. Even op aan het komen en dan komt die zo dadelijk weer met z'n allemaal, hè. Zijde, geluk pink af. Is toch nul? Gaat dit meteen een kansloze rit worden? En het zit er plat op. Openingstijd 29.90. Knalt er over je in de steen. Ja, de moord opgevoerd. Gaat de raad hier het 7 nummer historisch schrijven? Toch. De laatste in de is. En applaus. Het hele grote lopspoor, dit paard. Kijk eens, is al aan de overkant van 2. Dit risico. En het risico, dames en heren, wordt bestraft met een balkje. Dan kan hij de wedstrijd niet meer winnen.
recht die voor de roep het parcours nog even netjes uit. Op weg naar de laatste, derde superstel. Mooie rit en applaus, rechtsdeur. Ja, gewoon de snelste tijd, hè? 29,2 tempo. Aanvallend gereden. Paard speelt en de hoogte. Gaat dit de winnende rit worden? Is het wel snel genoeg? Oh, het wordt spannend, het wordt spannend. En dan let's hear you for the winner, Joni Vollenberg. Super gedaan. Ronde van onze voorzitter Rudy Tegels. Anita van Enkevoort ook bij de prijsuitreiking. Mooie dekens opgelegd op de toppaarden. We hebben voor winnares een tegoedbon van een sportpassage bij Thijs Pauwels. Dekens aangeboden door JVL Horse Equipment. We hebben bloemen van Witveld Bloembinders. Kortom, tal van prijzen. Op de tweede plaats, ook zij deed het fantastisch met een paar Toto. Tweede, Gabriella Dufour. Op de derde plaats zijn er ook een prima prestatie voor Frik Vesjes. Voor Joni Vollenberg zit in de wedstage. Ze kwam nog één keer voorbij. Vondagavond leggen dat nog even vast. Geweldig dat u er allemaal was. Nog veel plezier bij de afterparty van Jumping Serum. En wie weet, dames en heren, tot een volgende keer. Dank u wel.